Na een slepend debat zegt de burgemeester Ahmed Makrouche woensdag toe dat alle dienstreizen voortaan door de gemeente zelf betaald worden. Ook worden reizen van ambtenaren eerst besproken in het college. SP, PVV en de Arnhemse Oudere Partij hadden het debat aangevraagd omdat ze vonden dat de integriteit van de gemeente in het geding was door het handelen van de burgemeester bij de Saoedi-Arabië-reis van een topambtenaar. De reis van gemeentesecretaris Rob van Wuitswinkel naar Saoedi-Arabië werd niet door de gemeente betaald, maar door de congresorganisatie. In de gedragscode voor ambtenaren staat: u reist niet op kosten van derden. Verschillende partijen hadden graag excuses van de burgemeester gezien. Sabine Anderweg van D66 zei: daarmee was de kous afgeweest. Koen Verheij van PVV vond: het zou u sieren door te zeggen: ik heb me vergist in de gedragscode, sorry, ik zal het niet meer doen. Maar die excuses kwamen er niet. Wel wordt er nu in de toelichting op de gedragscode opgenomen dat reis- en verblijfskosten in alle gevallen door de gemeente betaald worden.